Hele goedemorgen, we zijn weer beland op zondag. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboeken. Er zijn er drie binnen en eentje wil naar binnen. Die zag ik al even voor het raam komen te staan. Kom maar man, dat is die rode. Dogottie. Ja, het is de zondag zoals ik al zei en hoe laat leven we? 8 uur 31, ik ben met koffie bezig, ik moet nog een broodje klaarmaken. Ik ga vandaag weer naar de kerk. Nou, dan zeg ik voel me optimaal, dat ook nog niet, maar ik voel me wel beter dan de afgelopen keren. Maar dat komt allemaal wel goed. Gisteren hadden we een abnormale dag, dat weten jullie. De omgekeerde wereld. De wereld die omgekeerd was. Ik moet nog om lachen. Maar in ieder geval, ja. We zijn er weer tot zover klaar voor. Ik wens jullie allemaal een gezegende zondag. Met Gods zegen natuurlijk erbij. Ja, niet alleen een gezegende zondag, maar ook Gods zegen, ja. Het is allemaal wel hetzelfde, maar oké. Doet er niet toe. Ik ga dus even aan de gang, zodat mijn buikje weer gevuld wordt. En we maken er wat van. Ja, we proberen het weer gezellig te maken vandaag. Ik neem de handcamera mee. Want wie weet vind ik weer iets leuks. Toch? Ja. Je weet maar nooit wat je tegenkomt langs de weg. Ja, wat je vloggen kan. Dus de handcamera gaat sowieso mee. En voor de rest. Het is een verrassing, zou ik zo zeggen. Je weet het niet. Kan ook best wezen dat ik niks tegenkom. En dat ik pas weer vlog als ik thuis ben. Maar ja, niet geschoten is altijd mis. Ik zou zeggen, tot later.